Rouw is niet te pakken. Het is er wel en het is er niet. Het is er ineens of het is ook ineens weer weg. We willen weten wat we moeten voelen op welk moment en dat is er niet. Eigenlijk hebben we niks in handen, ook niet voor rouw. Alleen, we hebben elkaar. En ik denk dat het fijn is als je weet dat er gewoon mensen zijn die dan naast je kunnen staan. En dan zie je wel wat er op dat moment is en daar kan je dan wat mee doen. Mensen moeten mogen rouwen, moeten een goede start mogen maken daaraan. Ja, ik vind het belangrijk dat er ruimte voor is. En niet alleen, oh, diegene is nu overleden, nu moeten we huilen en dan gaan we weer verder. Nee, misschien moet je nu niet huilen en pas daarna. Maar je moet wel nu de goede stappen zetten, zodat je daarna misschien kan gaan huilen als het nu niet lukt. Of andersom. Ik vind het belangrijk om ook daarbij stil te staan. Dat ze niet alleen maar toewerken naar een uitvaart. Maar dat ze vooral zich realiseren dat het de laatste week is waarmee je samen bent met degene die nog bij je is. Het is mooi om een mooie uitvaart te organiseren met mensen. Maar het is ook mooi om in het klein, soms in de veiligheid van het huis zelf, met een mooi ritueel of met op een mooie manier een punt te vinden waarop je echt afscheid neemt. En waarmee je ook verder kunt voor na de uitvaart. Dat vind ik belangrijk. Een ritueel ontstaat eigenlijk in de week dat je met elkaar bezig bent met het organiseren van een uitvaart. Zeker kijkend vooruit naar het leven wat daarna komt, heb je gewoon een soort houvast nodig. Hoe sluit je dit gewoon op een goede manier af? Er is altijd iets te bedenken wat symbool staat voor het leven van iemand. En soms weten mensen dat, zeggen mensen, oh ja, hij is echt van het varen geweest of van het surfen. Of hij is echt een opa geweest die altijd de kleinkinderen voorlas. Dan kan het zelfs zo zijn dat er gewoon opnames van zijn. Hoe mooi is het dan als je de opnames gebruikt tijdens de afscheidsbijeenkomst. Waarin je als kleinkinderen nog één keer om de kist kan zitten en de voorlezen van opa hoort. Dan is het een ritueel wat heel mooi duidelijk naar voren komt. En soms is het wat moeilijker zoeken. En dan moet je wat dieper graven en dan moet je wat beter kijken van wat staat dan het symbool voor dit leven. En ja, dan kom je gelijk ook bij alles wel wat er voorbij is gekomen. Want je, op het moment dat je daarna moet zoeken, dan kom je daar eigenlijk alleen als je daar alles bij langs gaat. Als je dus ook echt onder ogen durft te zien van wat er geweest is in zo'n leven.